Perry Voorbach van Voorbach Makelaardij. Vorig jaar zat je bij mij in de studio. En nu zit ik bij jou op je kantoor. Wat is er gebeurd in die tijd? Ja, wat is er gebeurd in die tijd? Inderdaad een mooie sprong gemaakt. 1 jaar Voorbach Makelaardij. Dus vorig jaar woensdag 4 april begonnen. En inmiddels zijn we een jaar verder. Ik richt me op 2 markten in dit geval. Ik richt me eigenlijk regio breed, regio Amersfoort. Specifiek op Bunschoten, Spakenburg en Amersfoort. Mag jij zomaar in Amersfoort makelen? Ja, zeker weten. Ik mag zelfs in Rotterdam makelen. Ik mag in Groningen makelen, waar ik wil eigenlijk. Dat is dus vrij? Ja, dat is vrij inderdaad. Ja. Maar dat betekent dat mensen uit Groningen ook hier mogen makelen? Klopt inderdaad. Ja, je mag wel buiten de plek makelen, maar niet buiten de plek taxeren voor banken. Ik richt me met name op woningen, op de verkoop daarvan. En die markt is behoorlijk in beweging. Je ziet op dit moment dat het een echte verkopersmarkt is. Dus hoge verkoopprijzen, snelle doorlooptijd. En voor kopers is het heel erg lastig om op dit moment geschikt aanbod te vinden. Vorig jaar zat je alleen nog in de studio. Maar ik heb begrepen dat je nu hulp hebt. Klopt inderdaad. Ik heb hulp van meerdere kanten zelfs. Ik heb ondersteuning op administratief en organisatorisch gebied. Ik heb een online marketeer waar ik mee samenwerk die een aantal uren in de week voor me werkt. En daarbij wordt mijn telefoon doorgeschakeld en opgenomen door specialisten. De ontwikkelingen op de huizenmarkt. Op dit moment zie je wel de trend dat de huizenprijzen stijgen ietsje afvlakt. En dat de huizen ietsje langer te koop staan. Dat komt ook omdat er de laatste 2-3 jaar behoorlijke prijsstijging is geweest. En omdat de doelgroep gewoon kleiner wordt. En dan zie je ook in alle segmenten terug eigenlijk dat het ietsje trager gaat dan vorig jaar. Vorig jaar inderdaad een heel goed eerste jaar gehad. Nu het tweede jaar is er nog meer concurrentie en nog minder aanbod. Dus wat dat betreft is het nog een stapje erbij zetten. En het verder doorontwikkelen om hopelijk succesvoller te worden. Wordt het een vechtmarkt? Het is al een vechtmarkt. Zonder strijd geen overwinning, hè? Inderdaad, en zonder wrijving geen glans. Ik kan me voorstellen dat een potentiële koper tegenwoordig problemen heeft om nog voldoende geld bij de bank te krijgen. Klopt inderdaad, goed punt. Dat is met name bij de starters een probleem op dit moment. En de mensen die eigenlijk geen overwaarde hebben uit hun huidige woning. De mensen die overwaarde hebben kunnen dat nog meenemen. Heb je dat niet, ja, dan zijn de prijzen op dit moment wel op een dusdanig niveau dat het heel erg lastig is om wat te kopen. Zitten er nog leuke projecten in de pijplijn? Er komen hele leuke projecten aan. 2 zelfs vanaf voorwachtmakelaardijskant. De eerste betreft een ontwikkeling met 8201 kappers in Bunschoten, Spakenburg. En de tweede betreft een ontwikkeling met 4 studio's in Bunschoten, Spakenburg voor starters. Dus die zijn zeker aantrekkelijk. Ik verwacht ook dat er ontzettend veel animo voor ze zijn. Dat is nieuwbouw waar je het over hebt? Nieuw inderdaad, ja.